Hallo allemaal, welkom bij deze video van Bax Music. Mijn naam is Jasper. Ik heb hier een hele mooie gitaar vast, maar vandaag hebben we het niet over deze gitaar. Want als jij thuis zit en je wilt deze gitaar horen, moet je er een microfoon voor zetten. Nou, en vandaag heb ik de Neumann TLM 102 microfoon hier neergezet. En die klinkt fantastisch. Nou, waar hebben we het vandaag over? Neumann is een heel bekend merk. Het is een Duits merk en ze staan bekend om hele hoge kwaliteit, maar daardoor ook vaak wel prijzige microfoons en studioapparatuur. Maar als je een Neumann bezit, dan heb je het wel een beetje gemaakt, zeg maar. Zo voelen heel veel mensen zich. En de Neumann 102, TLM 102, dat is deze microfoon hier, is eigenlijk de meest aantrekkelijke prijs voor een condensatormicrofoon van Neumann. Goedkoper voor dit merk ga je het niet vinden, maar nog steeds heb je heel veel kwaliteit in handen. Het is een hele kleine, compacte, grootmembraan microfoon met een NIR karakter. Alle technische toepassingen, zoals een schakelaartje voor verschillende richtpatronen of een schakelaartje voor een low cut of een dB boost of cut, die hebben ze allemaal weggehaald. Er zitten geen knopjes op, het is gewoon alleen puur de microfoon. Daardoor hebben ze ook heel veel kosten kunnen besparen. Waar is deze microfoon nu goed voor? Ik heb er net al een beetje gitaar doorheen gespeeld. Ik ga zo meteen nog wat meer demonstreren met ook een andere soort gitaar. De microfoon is eigenlijk geschikt voor bijna alle opname toepassingen. Zang, akoestische instrumenten, luide instrumenten en hele zachte instrumenten. Kan die allemaal. Daar ga ik meer over vertellen. Maar eerst laat ik even horen hoe het klinkt als ik een Spaanse gitaar er doorheen laat spelen. Waar deze microfoon in uitblinkt, dat is eigenlijk het gebied tussen de 8 en de 12 kHz. 8 kHz, 12 kHz. Dat is het hele hoge spectrum. En dat is een heel cruciaal spectrum voor de menselijke stem. Dus als je zang wil opnemen, wil je heel graag dat de zang goed hoorbaar is in de mix. Zonder dat je nog allerlei dingen achteraf moet gaan lopen veranderen, zoals EQ. En deze microfoon heeft dat heel mooi in zich, al van zichzelf. Dat betekent ook, als ik een gitaar opneem, de gitaar heeft dat spectrum iets minder in zichzelf zitten. En je neemt je zang samen op, dat de gitaar en de zang, of de piano en de zang, maakt niet uit welk instrument je gebruikt, heel goed bij elkaar passen. Omdat de zang net eventjes dat beeldje rond de 8 en 12 kHz heeft. We hebben erover nagedacht, want deze microfoon zal heel veel gebruikt worden in professionele studio's. Maar ook voor de serieuze thuismuzikant, die gewoon thuis goed professioneel wil laten zichzelf wil laten klinken. En daardoor een mooie opname wil maken. Met deze microfoon kom je daar heel erg ver mee. Wat ik al zei, hè. Hij heeft een heel laag zelfruis. Als je echt de technische specificaties en alle getalletjes wil lezen, verwijs ik je even door op de website van Bax. Die hebben we al voor je klaargezet, want er staat een link voor je in de omschrijving van deze video. Dan kan je daarop klikken. Dan kan je alle technische specificaties nog even nalezen. Maar vanwege die hele lage zelfruis kan je de microfoon hard genoeg zetten als je een heel zacht instrument wil laten horen. Bijvoorbeeld percussie, een eitje, een shakertje of een akoestisch gitaar zoals deze. Maar hij kan ook luide volumes aan. Denk aan een gitaarversterker die je een beetje wil laten klinken. Of misschien overheads voor een drumstel of voor percussie. Dus dat maakt hem heel veelzijdig. En vanwege de lage prijs, voor relatief lage prijs voor Neumann, is het ook mogelijk om bijvoorbeeld een stereo set aan te schaffen. En dan heb je eigenlijk alles in huis voor professionele, goede, mooie opnames. Nou, wil je meer weten? Nogmaals, wat ik al zei, je kan even naar de website van ons. Linkje staat klaar. Je kan ook altijd even langskomen in een van onze winkels. We hebben altijd wel microfoons op voorraad en die kan je dan eventjes zelf uittesten. Nou, mocht je nog vragen hebben, laat het weten via een comment op deze video. Of kom gezellig langs in de winkel en dan zien we je graag tegemoet. Mijn naam is Jasper, bedankt voor het kijken.